Ilse De Lange en Waylon spelen onverwachte rol in liefdesverhaal PVV-kamerleden Fleur Agema en Leon de Jong. Fleur Agema en Leon de Jong, beide PVV-kamerleden, vormen al jaren een stel, en hun liefdesverhaal heeft een opmerkelijke wending gekregen dankzij een avondje Eurovisie Songfestival met Ilse De Lange en Waylon. De twee ontmoeten elkaar binnen de PVV en ondanks aanvankelijke terughoudendheid vanwege een leeftijdsverschil van zes jaar, groeide er toch iets moois tussen hen. Fleur bekent dat ze aanvankelijk een oogje op Leon had, maar vanwege de partijbanden aarzelde ze. Het was Geert Wilders die als een moderne cupido op de hoek en de vonk tussen Fleur en Leon aanwakkerde. Op een avond van het Songfestival stuurde Wilders een appje naar Fleur. Wat zit je daar nu nog? Ga iets leuks doen met je leven. Waarom ga je niet bij Leon het Eurovisie Songfestival kijken? Fleur, die aan het werk was in de Tweede Kamer, vond het een goed idee en besloot naar Leon toe te gaan. De rest is geschiedenis. De gezellige avond met Ilse Delange en Waylon markeerde het begin van een onafscheidelijke band tussen Fleur en Leon. Het was niet alleen goed voor hun romantische leven, maar Leon bracht ook een culinaire revolutie teweeg in Fleurs leven. Hij, een liefhebber van koken, leerde haar het belang van hoogwaardige ingrediënten in maaltijden. Haar spaghetti bolognese zal nooit meer hetzelfde zijn. Het verhaal onthult de onverwachte rol van een songfestivalavond in de totstandkoming van een liefdeskoppel binnen de PVV-fractie.